Nou, dit wordt echt de dood der gladiolen, want dit kan alleen maar fout gaan. Wij zijn net wakker geweest en we gaan een moeilijk spel doen. Oh nee! En nu gaan we diep, diep door het bos. Ik denk dat er nu bij de Jumbo in Poeldijk een hele chagrijnige kassière zit, want... Als de deur open gaat... Denk ik dat jouw mama eraan komt. Op mijn verjaardag. Welkom. Ik voel me echt helemaal jarig. Alleen mis ik iemand naast mij. Ja, René die zit in Portugal. Superleuk voor haar. Ze gaat daar gewoon lekker yoga doen en dingetjes doen voor zichzelf. Even verwerkingsproces en dergelijke. Dus dat is alleen maar toppie. En ik ben bij mijn moeder, met Jessie natuurlijk. En we hebben een paar maanden terug hier een mooi koffiekornetje gemaakt. Alleen, mijn moeder die wil daarop deze strips. Ze zijn van Isodeco. Normaal gesproken kun je ze mooi plakken op een vlakke wand. Maar deze wand is niet vlak. Even kijken hoe dit precies werkt. Misschien, want is het, ja, als het plakspul nou heel goed is, dan zou het best wel eens gewoon kunnen zijn dat het toch plakt, ondanks dat de muur niet helemaal vlak is. Ik ga in ieder geval eerst even de planken eraf halen en dan gaan we beginnen. Zo, nou, we zijn over de helft. Gaat best goed. Het maakt wel een rotzooitje. En, ik heb in de tafel gezaagd. Ook een heel klein beetje maar hoor. Het is wel een nieuwe tafel. Echt mooi. Het muurtje is af. Kijk eens. Alleen nog zijprofielen zetten, maar die moet ik op maat zagen. Ik kom dan hier. Jessie is aan de switch. Gaat het goed, Jess? Ja, maar alleen als bij de goed oefenen. Kom, ja, lang verhaal kort. Goed oefenen. Moet je even schoonmaken, moeders? Want, ja. Zoetje hier. Ik zie het. Nou, ik waar gewerkt voor? Wordt gerommeld. Ja. Rotzooi gemaakt. Ik ga even wat eten in de stad. Wat vinden jullie? Kotsam. Pot voor drie dubbeltjes. We moeten echt stoppen met schelden. Yeah. Want Jessie die zit op de bank net met zijn computerspeltje. Ik probeer ook altijd in te houden hoor. Als hij erbij is. Ja, maar... ik heb alleen als hij erbij is inderdaad. Dat merk ik wel. Want het contrast is vrij... Is best te merken, hè? En je zegt, er is ooit een trap op je. Een trap? Ja, van jou. Nee. Ik ga hem even klaarmaken, want we gaan een lekker hapje eten in de stad. Sergio krijgt als dank een trap van mij. Kijk maar. Dank. Dank, Sergio. Lief van jou. Zo, na een hele vermoeide rit zijn we weer thuis. Ik ben heerlijk uit eten geweest met Mitch. Elke sushi zijn we gaan eten. Ik heb contact gehad met René, die heeft het heel goed. Lekker yoga gedaan, ze is lekker uit eten geweest. Zit aan het strand. Die vermaakt zich wel de komende week. Ik mis haar heel erg. En dat is maar goed ook, toch? Blij zijn als ze weer terug is. Maar ik hoop ook dat ze de komende week gewoon lekker aan zichzelf toekomt. En het een en ander kan verwerken. En misschien ook wat kan verwerken of tegenkomt waarvan ze nog niet wist dat ze daaraan kon werken of moest werken. Dus dat. Jessie is super lief geweest. Lekker McDonald's gehad met opa en oma. En morgen gaat hij naar tante Suus. En dan ga ik verder eigenlijk een begin maken aan de trap.
Die ga ik schilderen. Nee, die ga ik schuren. Ik denk nog niet dat ik eraan toe kom om hem te schilderen. Ik probeer wel weer lekker te gaan touwtjes springen. Een beetje wat conditie op peil houden. Ik ben wel veel aan het sporten op het werk. Dus qua krachttraining kom ik wel aan mijn doelen. Alleen qua conditie, cardio, nog niet echt. Dus dat. En nu drink ik een lekker borreltje voor mijn verjaardag. En dan ga ik lekker in bed liggen. En dan denk ik dat ik ook zo vertrokken ben. Dus tot morgen. Heb alles dias allemaal. Hele goede morgen. Ik heb voor jullie een gezellige vlog gemaakt. En het keek om me heen. En toen dacht ik, ik ga iets doen. Toen ben ik begonnen aan de boiler op te hangen. En dit is dus helemaal daarboven. Maar ik heb daarboven natuurlijk helemaal geen plankje om die waterpas op te hangen. Dus moest ik even inventief zijn. Heb ik hem gewoon aan een beugeltje. En daarop geklemd. Dus wat u nu ziet is de achterplaat waar de boiler aankomt. Dan heb ik dus daar een draadstaal voor door de muur geboord. En die komt er aan deze kant uit. Allemaal heel klein en zo, maar daarachter dus, daarboven. Want er zaten van die hele grote bouten bij. Maar het is nou eenmaal een gipsmuur. En die zijn niet zo sterk als steen. En ik denk, als ik daar met de plug ga werken, dan komt vandaag of morgen die boiler naar beneden. Dat willen we niet. ik wil hem eerst ophangen. En dan, als straks die verdiepingsvloer komt, ga ik daar nog wel een extra verstevigingetje onder maken. Maar dat komt dus later pas, dus we gaan hem eerst ophangen. Nou, de beugel zit mooi recht. Nu is de uitdaging, ik heb er maar eventjes een brug van gemaakt, om dit gevaarte daarboven te krijgen. Nou, dit wordt echt de dood der gladiolen, want dit kan alleen maar fout gaan. Maar toch gaat het goed. Ik heb twee riemen aan elkaar gemaakt. Daarmee wilde ik hem zeg maar om mijn buik, om de boiler heen optillen. Dat ging niet. Nu heb ik touwen, spanband, karbijnhaken en ijzerdraad. Ik moet nu even bedenken hoe. Maar dit gaat lukken. Oké, nou, ik heb het volgende bedacht. Ik heb daar een karbijnhaak. Ik heb daar een karbijnhaak. Zoals je ziet heb ik daarboven een spanband doorheen gedaan. Door de beugel. Daar die karbijnhaak. Daar een mooi oranje touw. Een mooie lus om de beugel die in de muurbeugel komt. En hier zit dan niks tussen. Want anders komt het in de war. En dan kom ik niet met de boiler op de muurbeugel. En dan heb ik dus twee karbijnhaken om de overbrenging zeg maar te verdelen van het gewicht. En die zet ik dan weer aan het kantelraam. Volg jij het nog? Hij is ook niet zo super zwaar, dus ik denk dat het goed komt. En anders hebben jullie iets leuks om naar te kijken. Nou jongens, ik heb een paar keer getrokken aan het touw. En ik heb toch besloten dat het een two-man job is. 1. Voor mijn eigen veiligheid. Ik ben helemaal alleen, dus knal ik van dat ding af, breek ik iets, weet ik veel. Ik heb mijn telefoon wel bij de hand, maar toch. Als ik knok hier, dan lig ik hier alleen. 2. Ja, ik trek eraan en hij gaat gewoon heel moeilijk omhoog. Zo zwaar is hij niet, maar het zal toch aan de overbrenging liggen. En 3. Is het gewoon onwijs zonde als er het een en ander kapot gaat. En helemaal de boiler en of omgeving, zullen we maar zeggen. Dus Korretje komt helpen vanavond. Zoals ik zei, do my job. Ja. Korretje is gearriveerd. One man, one woman. Zo'n haar oplossen. Ja, maar ik ben... Kijk. Jaloers. Komt-ie. Je vond het best een goed idee, toch? Ik vind het best een goed idee. Ik vind, als je dit bedenkt, dan... Nou, er zijn verschillende manieren van beschrijven. Maar één manier van beschrijven is je innovatief, hè? Ja. Ja. Dus... ik dacht dat het alleen ging lukken. Dus dan moet het met z'n tweeën helemaal gaan lukken. Ja. Ik even kijken of we de camera ergens een beetje leuk kunnen positioneren. Ja. En dan gaan we het gewoon doen. Dan doe ik mijn haar voor de volgende keer. Ziet dat er wel iets beter uit? Ik wil een beetje een show maken.
Mensen moeten onthouden, zo meteen op straat dat wil ik wel dat ze zeggen, oh, dat is die. Dat is. Jij bent koffertje, zeggen ze dan. Koffertje. Ja, dat is precies wat ik wilde. Ben je toch benieuwd? Weet je hoeveel kilo die is? Nou ja, nee, kijk. Je tilt hem, in principe til je hem zo op. Dus ik denk 15, 20 kilo. Maar het is gewoon, hij is gewoon super stroef daar. Ja, ja, als je hem natuurlijk zo'n soort katrol had of zo, dan. Ja, dan. Ja, dan had ik net zo goed Tim kunnen bellen. Maar ja, ik moet. Tim! Tim, die kijkt niet. Dat vind ik leuk. Ik wil. Nee, we moeten sowieso dat als het natuurlijk niet goed gaat, moet het er ook goed op staan. Ja, ja, ja. Nee, juist, dan moet het goed juist als het niet goed gaat. Ja. Dat is eigenlijk wat ik mij gevraagd heb. Dat nu komt het zomaar. Nee. De waarheid naar boven. En dat waarom ik met het touw sta zo meteen. Zodat ik weer een keer denk dat ik het plafond aan. Omdat ik het touw vasthouden. Ja, je moet ten alle tijde het touw vasthouden. Ja, dat is geen reden, anders mag je geen reden. Hij is al aan het filmen? Ja. 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 Ik hoor, dit is echt heel erg. Moet ik nog vanaf een bepaald punt of maakt dat niet uit? Nee. Ja, je merkt wel inderdaad dat hij, zeg maar, als ik hem hier til, zelfs met één hand. Ja, dat gaat makkelijker dan dit, hè? Ja. Wat ergens dan ook alweer een positief ding kan zijn. Als hij helemaal hoger is, dan gaat hij ook niet zo. Ja. 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 Zijn vooruit gaan. Ik zat alleen weer te kijken van. Hoe zeker is dat? Hè? Kan je als ik dit doe, dan zie ik hem elke keer wel een beetje glijden. Ik vreemd. Maar dat is waarom jij de trap zat en ik beneden. Maar ja, ik sta ik op mijn slippers. Helemaal top dit. Moet je niet op je blote voeten? Op mijn blote voeten zelfs. Kan niet beter. Nee, dat doet zeer op de trap. Ja, dat is ja, en ik denk als we op een gegeven moment gewoon even ergens 10 centimeter laten hangen om te kijken hoe goed ik hem hou. Ja. Voordat hij zo meteen 2 meter hangt en dan dacht ik dat ik het niet hou. Ja. Dus als we hem eerst 10 centimeter omhoog gooien. Oké. Okay. Ja, anders. Zo ver van de muur af, dat is vervelend. Oh. Precies dat ding. Maar het gaat. Had je hem al los of niet? Ja, ik had hem al los. Oh ja, ja, dat gaat prima. Ja? Ja. Maar dat is maar één gekund net hoor. Dit wilde je dus alleen maar, hè? Ik heb mijn poging gestaakt. Ja, maar handen omheen. Ik heb hem nu los. Ja, ja nee, dit is echt, dit weet echt niks. Oké, het laatste stukje zal je zelf natuurlijk, denk ik. Ja, dat is wel een aardig stukje omhoog. Moet ik dan niet daaronder staan? Is dat ding zwaar? Nee, is maar. Het valt reuze mee. Want dan kan ik natuurlijk misschien hem van onder duwen. Maar ik kan dan eigenlijk dit doen. Ja, zometeen als jij dan duwt, dan. Ik heb dat hele touw is handig, maar nodig. Jij hebt hem gewoon nog? Ja. Maar dat moet lukken, denk ik. Ja. Dat is echt wel ver. Ja. Moet hij nog zijn we er? Ja, hij moet hoger. Over, nou, ja, het valt. Ja, maar Cor, moet jij gewoon op een opstapje? Klein stukje. Klein stukje. Ja, bijna. Maar klein stukje. Ja, maar touw zit nu in de weg. Zak een stukje. Het touw zit denk ik in de weg, Sergio. Klein stukje zakken. Ja. Je hebt hem. En niet gelijk helemaal weg, maar... Zit hij al? Moet je hem nog vastborrelen? Nee, hij zit er wel in, maar ik weet niet of hij aan de andere kant er ook in zit. Moet ik even kijken van onder? Oh, daar. Nee, hij zit er niet in. Oh. Ja, dit gaat goed, denk ik. Ja. Dit wordt hem. Dan moet ik niet die andere kant los schieten. Moet ik duwen of zo? Of, Nee. Vooral je krachten sparen. Oh ja. Dat stadium zijn we gepasseerd. Het ziet er ook wel heel tricky uit hoe die nu hangt. Ja. Ja. Zakken?
Yes. Hangt die? Ja. Allebei kanten? Ja, dat vindt ze wel. Maar hij is nog niet met water, denk ik, of wel? Nee. Hm. Nee, want dat zou echt te zwaar worden. Dan ga ik hier die verdieping erin maken en dan hier zo'n stellage nog onder, alleen voor deze. Hm. Zat een liter gelijk aan een kilo? Ja, toch? Ja, liter water wel. Water wel. Ja. Hoeveel kilo of hoeveel liter past erin? 100. Ja, dan had ik dat niet willen tillen. Of nee. Pas nou, zijn we tevreden? Wat mooi dit. Staan. Ik dacht, shit, wat doe ik deze man aan? Ja, dat zag er wel tricky uit, ja. Ja, als je nou een knal hoort vannacht. Oei. Is er duidelijk iets niet goed gedaan. Ja. Het is dag 3. Ik vind het bijzonder stil in huis. Ik zat even te denken van wat is het nou het missen? Stil in huis. Alleen naar bed. Niet samen douchen en lekker kletsen. En via je ei kwijt. Via het dag doorspreken. Ja. Het is verdomd stil in huis. Maar we slaan ons er wel doorheen. Ik ben dus gewoon al 2,5 dag bezig. Met het maken van een nieuwe intro. Nou, ik ben vandaag ook nog even naar de Horenbach geweest. Ik heb wat leidingen en doppen en weet ik veel wat allemaal gekocht. Voor het water aan te sluiten van de boiler. En dat wordt nog niet zo makkelijk, kan ik je vertellen. Er zit natuurlijk een PEX-leiding, een flexibele leiding in de vloer vanuit de bouw. Dat zijn eigenlijk leidingen die je met een speciale tang moet klemmen. Die tang die is hartstikke duur, die heb ik niet. Die kun je wel huren, maar dat vind ik allemaal zo gedoe. Ik wil het gewoon snel, in ieder geval, het moet wel goed, maar nou ja, op mijn manier. Hey, hij is klaar. Ja, dus lang verhaal kort. Ik heb nu, het leidde meerdere wegen naar Rome, dus ik heb nu het een en ander bedacht. En hopelijk gaat dat lukken. Voor nu gaan we dit even online gooien. En ik wil ook nog steeds Caruso opnemen, maar dat moet echt pas als René terug is, want daar heb ik gewoon simpelweg nu de tijd niet voor. Plus is het hier nu een grote rotzooi in verband met alle gereedschappen en zo voor de geluidscabine. Dus, je moet ze allemaal nog eventjes een beetje geduld hebben. Totdat deze teringbende hier een beetje is opgeruimd. En dan ga ik voor jullie Caruso uitzingen. Champie? Oké, nou, ja. Dag. Goedemorgen, welkom bij een nieuwe video. Wij zijn net wakker geweest en we gaan een moeilijk spel doen. Ja? Wat gaan we doen dan? We gaan een spel doen van dat je niet in de lava mag komen. Het lava? Het lava mag komen. En hoe heet dat dan? Lava spelletje. De floor is lava. Ja, floor is lava. Ja, we gaan strakjes eventjes naar het bos. Ja, met Vaas. Met Vaas, met de buurjongen. En, maar die moesten nog even dingetjes doen. En nu zaten we altijd computerspeltjes spelen. En toen dacht ik, laten we eens even wat anders doen. En Jessie die vindt The Floor is Lava heel erg leuk op Netflix. Dus ik dacht, dat kunnen we ook in het echt. Dus we zetten even een parcoursje uit. En dan gaan we The Floor is Lava spelen. Oké, Jessie, ben jij er klaar voor? Oké, dan gaan we eerst het parcours laten zien. We beginnen bij de verschrikkelijke stapsteentjes. Dan gaan we door naar het grote springkussen. Ja. Over de steps of hell. Op de stoel. Jessie gaat even plassen. Over deze twee balken. Dan deze stoelen. Springen. Deze staat wat ver weg. Je moet nog wat rusten. Op het bankje en dan is het eindstation bij de cactus. Ja, niet op de grond komen, hè? Oh, je zit met je voeten in het lava. Gaat het? Ja. Oké, okay. Laten we springen. Oh, oh, ja, goed zo. Nou, op springen. Oh ja, op je buik, goed zo. Oké. Okay. Ik, oh, ja. Goed zo, goed zo. Gaat het? Ja. Op de stoel, heel goed. En nou moet je oppassen, want deze is echt heel moeilijk, hè?
niet op de grond komen. Oh, als het maar lukt. Oh. Ja, goed zo. Oké, daar kom ik. Daar kom ik. Oh jee. Als je dit maar houdt. Je bent af. Begin maar snel opnieuw. Oh, wie zit er aan mijn billen? Ga ik jou laten zien hoe dit moet. Zo. Ja. En nou. Ja. Hier, even vasthouden. Kom op de stoel. En dan moet je dus. Ja. Ik weet niet, misschien moeten we voor jou de stoel even draaien. Ja. Oké, dan doen we dus zo, ja? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oep, wat er. Met je billen, oh jee. Yeah. Ja, spring. Oeh. Ja, nou, op. Op de steentjes. Oh. Hier is het lava het heetst, hè? Voel jij hem? Hè? Voel je de lava? Nee. Voel je niet het lava? Nee. De lava? De lava? Oh! Oeh, dat ging maar net goed, hè? Goed zo, goed gesprongen. Op de balkjes. Oh, pas nou op! Oh, was bijna je voet verbrand door het lava. Hé, hey, je bent er! Woehoe! Ja. Nou, ik nog. Ja, kom hier. Ik kom eraan. Je hebt één kans. Eén kans, maar... Ja? Dan ben je af en dan heb ik alleen de wind. Gewonnen. Ik alleen gewonnen. Oh, dit bankje is ook. Kom ik aan. Help mij. Oh. 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 Ja! Woehoe! En Jessie heeft zijn prijsje. En dat is een heerlijk wentelteefje met poedersuiker en stroop. Ja, doe er maar lekker veel op. Ja, zo zeg. Daar ga je even van smullen, hè? Ga je hem zelf snijden of zal ik het voor je doen? Nou, ik. Ga je het zelf doen? Ja, ik doe dat met de kleine. Wat zit daar? Nou, laat de hond maar met rust, jongens. Kom, niet uitdagen. Nou, het avontuur is begonnen. Waar gaan we naartoe, jongens? Doei, hond. Doei, hond. Hoe ben ik hier? Jessie, waar gaan we naartoe? Naar op de stoep blijven, hè? Op de stoep, op de stoep. Ja, dat is leuk in een nieuwbouwwijk. Dat is alles één grote speeltuin. En wat denken jullie allemaal... Wat denken jullie allemaal te kunnen vinden in het sprookjesbos? Tijgers! Tijgers? Ja. Tijgers? Ja, die staan er. Ja, hey Jess. Tijgers. Jessie. Wat denk je allemaal te vinden in het sprookjesbos? Kabouters. Kan je niet bij? Kabouters? Ja, kabouters en paddenstoeltjes. Paddenstoeltjes, ja. En bloemies. Bloemies. Ja. Ja, denk het ook. En boterbloemen. Boterbloemen. Wat heb je ook in het sprookjesbos? Een schommel. Wauw. Hoi, piraat. Wat zie je allemaal? Ja, ik woon daar. Waar woon jij, Jess? Hier. Oh ja. En nu gaan we diep, diep door het bos. Diep door de klos. En dan zijn we allemaal de klos. Kijk. Oh, die zijn mooi, hè? Hele mooie zwaan. Hij wil eten, denk ik. Huh?
Kom, we gaan verder lopen. En Fanny wil ze onderduiken, dat we eens kunnen vinden, maar dat kan niet. Nee, dat kan niet, hè? Niet onderduiken. Nee. Dat is wel jammer. Er zit iets op jouw neus. Nee. Er zit iets op jouw neus. Nou, deze meneer heeft een lekker slaapje gedaan. Hè? Ja. Je hebt lang geslapen. Ik wist wel dat je het nodig had. Deze meneer ziet er super leuk uit. Hé, hey, laat je kleren eens zien. Super stoere broek. Super stoere broek. Ja. En wij zijn klaar. We gaan naar oma. Gaan we lekker eten? Lekker. Ik heb een mooie turbana sticker. Je kan hem maar hebben. Ik ben een banaan. We gaan eten bij oma. En dan gaan we naar de verjaardag van Lily, hè? Ja, poepia. Ja, poepia. Ja, 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 ja. Ik heb er eentje voor mij en eentje voor jou. Eentje voor onderweg. Ja. Voor zekerheid. Oké, top. Zullen we gaan? Ja. Hier. Deze is voor jou. Zo, dag nummer 4. Alleen. Tenminste, alleen. Zonder mijn steunpilaar. Maar ja, ik ben er nu al klaar mee eigenlijk. En René eigenlijk ook. Maar nog 3 dagen na vandaag. Mijn zus die is vandaag gezellig hier. Leuke dingen gedaan. Ze heeft een heerlijke gezonde amandelmeelcake gemaakt met vanille. Ik heb een heel leuk boek gehad over Griekse mythologie. Echt heel erg leuk. Ik ga morgen verder met de trap. Ik heb heel leuk nieuw speelgoed. En dat zijn deze apparaten. Dit is mijn mobiele stofzuiger. Daar gaat deze batterij in. En dan hebben we... En de handpalmschuurmachine, slangetje eraan. Helemaal blij mee. Want die trap was er wel een doorn in het oog, zoals je ziet. Ik heb hier al een trede gedaan. Dus daar ben ik gewoon heel erg blij mee. Oeh, iets snel omhoog gekomen. En nu gaan we eventjes gezellig een pizzaatje eten bij Pavarotti. Jesse die houdt van pizza. Pavarotti zit hier dichtbij, bij Loosduinen. Daar gaan we even lekker naartoe. Hey, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe is het? Goedemorgen. Gaat het goed? Nog 2 nachtjes slapen, Jessie, dan is mama weer thuis. Dat vinden wij heel fijn, hè? Ja. Ja. Daar zijn we heel blij mee. Nou, vandaag even lekker rustig aan, denk ik. We gaan gewoon zitten wachten tot mama thuis komt. Ik sliep gisteren om 10:00. En nu gaan we even lekker papje maken. Jesse zit inmiddels lekker aan zijn pizza. En is hij lekker? En wat is de temperatuur? Pizza halen. Pizza. Ja. Jesse heeft een beetje een rare tik van zijn vader. Want, dat ben ik. Vroeger, ja, dus dat kan u niet gezien hebben, maar dat zit waarschijnlijk in onze genen, at ik ook heel vaak koud. En ik mag zijn pizza niet opwarmen. Dan zeg ik, doe maar koud. Nou, ik heb een rijstkoker gehad van mijn moeder en die ga ik voor de eerste keer gebruiken. Er staat in hoeveel rijst en hoeveel water er dan bij moet. Oh, zo. Maar dat gaat over heel veel rijst en ik ben nu in mijn eentje, dus dat is... niet helemaal iets waar ik me aan kan houden. Dus ik doe gewoon een rijst erin. En ik heb altijd geleerd om dan een klein kootje van je vinger erboven, zeg maar, te vullen met water. Dus dat gaan we doen. Zal vast goed komen. Je hebt pizza saus op je neus. Gekkie. Nou ja, zoiets. Dus rijst. Ja. Vingerkootje water. Ben benieuwd, deksel. Ah. Knopje. Koek. Nou, ben ik ook nog bezig met de trap. En ik wil het een en ander nog gedaan hebben. Want morgen is de allerlaatste dag. En het wordt gelijk een hele drukke dag. Want ik wil de trap af hebben. Ik moet nog een trede of 5, 6, 7. Jessie gaat morgen naar Tante Suus. Of
En ik wilde ook nog cupcakes maken. Voor als ze terugkomt. Want het is morgen Valentijnsdag. Nou, dan doen we het een dag later. Want voor ons is het altijd Valentijnsdag. Oké. Italian romance. En papa en mama zijn dit weekend 6 jaar samen. Dus dat moet ook gevierd worden. Mama is naar Portugal. Mama is naar Portugal. En ja, en we gaan lekker cake maken. Vanmorgen tot mama komt. Ja. 4 nachtjes slapen. Nee, nog 2 nachtjes slapen. Gelukkig. We hebben mama heel erg gemist. Ik ben heel blij dat mama thuis komt. Ja. Oké, we kunnen niks aan doen. Nee. Nou, dus... gaat het? Ja. Een beetje lang, hè? Een weekje is lang, hè? Ja, maar nu kan mama niet meer thuis komen, omdat we 2 nachtjes moeten slapen. Dus ja, dat allemaal. Cupcakes. Oh ja, en... Oh ja, ik vergeet het helemaal te vertellen. Morgen komen ze dus ook die bloesemboom maken. Om 10 uur 's ochtends beginnen ze daarmee. Begint ze daarmee. En dat weet ze dus ook niet. Surprise, surprise. Ja, surprise. En, en hebben we ook eventjes besloten op afstand, dat ik toch maar eerst beneden de cinewall ga maken, in plaats van boven de geluidswand, de geluidscabine. Want ik dacht namelijk dat allemaal nodig was om die boiler te houden, zeg maar. Maar aangezien die nu hangt, ik moet hem nog wel even aansluiten. Denk ik dat wel goed zit. En dan is het toch wel beneden wat meer prioriteit om het af te maken. In verband met de PlayStation die dan mooi in de kast gaat. En nog wat meerdere dingen. Dan boven die geluidscabine. Even een change of plans. Maar dat komt vast. Hè. Oké, helemaal goed. Dat vind ik ook leuk om te doen trouwens. Want dat wordt ook heel mooi. En dat was het inderdaad. Dus, doei. Nou, kijk dit dan. Wij zijn net boodschappen geweest te doen. En ik denk dat er nu bij de Jumbo in Poeldijk een hele chagrijnige kassière zit. Want ze is de nagel kwijt in onze boodschappen. Ja, ik was een beetje sceptisch. Maar het ziet er toch wel heel goed uit. Nog iets meer water bij. Maar dit is gewoon prima. Hele goede morgen. Het is de allerlaatste dag. Morgen komt René naar huis. Het is ook nog eens Valentijnsdag. Dus we gaan wat leuks doen. We gaan cupcakes maken. Die zijn al wel voor morgen, maar dat maakt niet uit. En ik ben een beetje zenuwachtig. Want Sophie die komt zo meteen voor de bloesemboom. Ik ben 1 heel benieuwd hoe die wordt. 2 heel benieuwd hoe René gaat reageren. En die weten het natuurlijk niet. Pardon. En hij komt in onze mooie vaas, daar achteraan, helemaal achteraan, in de hoek. Ja. Spannend. Jesse Silver is er even naar Tante Suus. En het geeft mij een mooie gelegenheid om een lekker broodje te maken. Volkoren zonnebloem pittenbrood. Ik heb vers gist gehaald, want volgens mij de laatste keer met de pizza's ging het echt helemaal drama. Toen dacht ik, hè? Hoe kan dat? En waarschijnlijk was mijn gist ver over de datum. En dat is op zich niet erg, maar dan werkt het gewoon niet. Dus ik heb nieuw gist gehaald. Sophie is binnen. Ze is alle spullen aan het uitruimen. En... Hi! Hi! Goedemorgen. Super nice. Wat heb je voor stam? Oh ja! Heel gaaf.
Hij is af. En ik ben er blij mee. En ik hoop René ook. Tada! Hoe vet is die? Ik ben er echt zo blij mee. Echt supermooi. Mooi, groot. Het licht valt er mooi in. Ik heb de spotjes wat anders gezet. En dan wil ik straks met René nog even bepalen wat we erin gaan doen. Dus kan of potgrond of boomschors. En dan wil ik daar eigenlijk ook nog twee spotjes zo omhoog laten komen. Super vet. Dan heb ik... Hoi, heb ik ook nog cupcakes gemaakt in de tussentijd. Cupcakes, buurvrouw heeft er al eentje geproefd, daar zo, en zijn goed gekeurd. Nou, hier ook nog maar een paar treders. Ja dan. Die stonden aan, accu 1. Wat is dat? Wat zie je nou? Wat? Is dat een boom? Vind je hem mooi? Ja. Hebben we ineens een boom in de kamer staan? Ja. Nou, dat is ook wat, hè? Mag ik met een hele grote boom? Ja. Dat is een verrassing voor mama. Hey Jess, Jessie. Als we morgen mama gaan halen, dan mogen we niks zeggen over de boom. Beloofd? Oké. Okay. Afgesproken? Het is een verrassing, hè? Ja. Oké. Okay. Als je op de bank gaat, moet je even je schoenen uit doen. Oh, goedemorgen. Wat een rotnacht. Ik heb echt zo slecht geslapen. Jij, Jess? Mm-hmm. Wat? Mm-hmm. Goed of niet goed? Goed? Nou, volgens mij ook niet, want je ging plassen. En toen mocht je bij mij gaan liggen. Ik denk, dat doet hij niet. En toen rende hij naar ons bed. En dat ging dan denk ik 2 uur goed. Dat ging even goed. En toen ging je allemaal draaien en draaien. En je bleef maar draaien. En toen zei ik, ga maar weer terug naar je eigen bed. En toen kon je wel goed slapen. En ik ook weer. Maar goed, het is nu woensdagochtend. En we gaan zo meteen mama ophalen. We gaan mama ophalen. Oh, stop! Ja! We gaan mama ophalen! Wat is dat voor ninja rol? Zo, dan aangekleed en wel. We staan op het punt om te vertrekken. We gaan heel even een paar minuutjes Sackboy spelen. Dat wil Jessie heel graag. Jessie is ook helemaal helemaal hyper. Ik ben ook wat onrustig, merk ik. Dus ik wil gewoon op tijd gaan rijden. Dan pakken we wel ergens een bakje koffie extra tussendoor. Ik heb in ieder geval, want René die snakt naar vlees en naar kaas. En als het maar niet veganistisch is... Dus we hebben een lekker pakketje. We hebben sowieso die cupcakes die ik gisteren gemaakt heb. We hebben nog een paar plakjes van mijn zuster amandelcake. Dan hebben we hier lekker uitgebakken spek met heerlijke cacciatore. Met een goede, ja, lekker Italiaanse salami. Wat tomaatjes en kaas. En lekkere worst. En als we thuis komen hebben we nog... Sperrips, die zitten in de stomer. En carpaccio, die gaan we ook nog maken. En dan moeten we trouwens nog een paar dingen verhalen, dus we gaan gewoon lekker rijden zometeen. Dan gaan we de vlog afsluiten straks, want dit vlogje gaat heel erg lang duren. Mama is daar binnen. Waar? We gaan ze nu ophalen. Huh? Waar is mama? Ja, daar binnen. Zo, maar dit is even nostalgie. Vliegtuigen spotten op het vliegtuigdek terrace van Eindhoven Airport. Er waren heel veel vliegtuigen. Maar is de beurt met Sinterklaas de boot? Die is omdonken.
is gezonken. Ja, want nu kan hij niet meer vliegen. Maar nou kan hij niet meer uitvaren. Nu kan hij vliegen met het vliegtuig. Jammer. Jammer, pindakaas, helaas. Hé, hey, daar zit mama in. Daar. Kun je die voelen? Ja. Ah, het is pas. Hebben we net gemist, omdat jij nog naar het toilet moest. Heb je mama al gezien? Ze komt er zo aan, denk ik. Als de deur open gaat, denk ik dat jouw mama eraan komt. Camera squad. We zijn eindelijk thuis. En nou, we hebben de lampjes mooi aangezet. En nu ben ik zo, zo benieuwd hoe René gaat reageren. Oh, nou, ik heb hele zenuwachtig. Jesse was zo enthousiast, hij heeft het niet kunnen stilhouden. Over genieten gesproken. Ja, maar dit is echt helemaal te gek. Het is gewoon een echte stamboom. Hè? Echte stam, inderdaad. En daar heeft ze het allemaal in gelijmd en ingeboord. En ja. Ja, dit was onze droom, hè? Dit was de droom, hè? Dit was de droom. Ja. En dan kunnen we in die pot kunnen we even kijken wat we erin willen doen. Ben je blij? Heerlijk thuis. Aan tafel. En we hebben een lekker pot aan. Met vlees. Mijn lievelings. Jouw lievelings carpaccio. Huh? Ja. Echt zo. En patat!